Hallo, welkom bij de 17e aflevering van taalklas.nl. Fijn dat u weer kijkt. Bij mij aan tafel vandaag weer twee cursisten. Wiljana en Demi, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dank u wel. De aflevering van vandaag heet Sorry, ik meld me ziek. Het gaat over hoe je op je werk moet vertellen dat je ziek bent en dat je dus niet kan komen werken. Dat heet ziek melden. In het filmpje van de vorige keer hebben we al gezien dat Martijn een beetje zielig was. Hij voelde zich niet goed en is naar de dokter geweest. Martijn voelt zich nog steeds niet goed en gaat zich dus ziek melden op zijn werk. Hij belt op en vertelt dat hij niet kan komen. Voordat we gaan kijken heb ik weer twee kijkvragen voor u. Vraag 1. Wie belt Martijn op om te zeggen dat hij ziek is? Wie belt Martijn op om te zeggen dat hij ziek is? En de tweede vraag is, bij wie moet Martijn zich ziek melden? Bij wie moet Martijn zich ziek melden? Kijkt u mee. Martijn, maandagochtend wakker worden. Je wekker is gegaan. Jij kunt geloof ik toch beter thuis blijven. Nee, ik ga naar mijn werk. Martijn, je hebt koorts. Je blijft thuis. Ik kan niet thuis blijven. Straks heb ik geen werk meer. Dan word ik misschien ontslagen. Ontslagen? Omdat je ziek bent. Er is te weinig werk. Ik ben bang voor mijn baan. Ik had het je veel eerder willen vertellen, maar ik durfde niet. Martijn? Ik ben zo bang. Wat als ik zo geen werk meer heb? Wat moeten we dan? Dat zien we dan wel weer. Jouw gezondheid is belangrijk. Belangrijker dan je werk. Je belt de zaak en je meldt je ziek. Ja, maar meneer Maas... Doe maar. Oh jee, ik moet Johan bellen. Ja, die zit natuurlijk om me te wachten. Straks komt hij te laat door mijn schuld. Okay. Bellen. Met Johan van Vliet. Hé, Johan. Met Martijn. Ik ben ziek. Oh, dat is vervelend voor je. Dat is ook vervelend voor jou. Ik kan je niet komen ophalen. Nou, je belt gelukkig op tijd. Nu kan ik de bus nog pakken. Wil jij meneer Maas doorgeven dat ik ziek ben? Nee, Martijn, dat moet je zelf doen. Je moet je officieel ziek melden bij je chef. Oh ja. Nou, beterschap dan maar. Bedankt. Die arme Martijn in zijn bed. Ja, hè? Jammer. Die eerste vraag, Wiljana. Wie belt Martijn op om te zeggen dat hij ziek is? Martijn belde zijn collega's. Met wie samen naar groen werk gaan. Ja, dus hij belt zijn collega collega's op. Want die collega die rijdt normaal gesproken met hem mee, hè? Naar zijn werk. Juist. Die tweede vraag, Remy. Bij wie moet Martijn zich ziek melden? Ja, bij de chef. Ja. Ik denk dat hij werkt in het restaurant. Ja. Of, hij werkt niet in een restaurant, dat zullen we de volgende afleveringen nog wel zien. Oh, ja. Maar hij heeft wel een chef, hij heeft inderdaad een baas. Oh, ja. En bij hem moet hij zich ziek melden. Oké. Klopt. Ja. Hey Demi, heb jij je wel eens ziek gemeld? Ja, toen ik in mijn land was. Ja? En ja, ik had een hoge koorts. Ja. En ja, ik moet ziek melden. Ja. Naar mijn baas. Ja. En ja, ik blijf thuis voor ongeveer 2 dagen. Oké. En toen voelde je weer beter? Als je opgeknapt? Ja. Ja. En jij, Wiljana, heb jij je wel eens ziek gemeld? Ja, in mijn land toen ik werkte. Ja. Ik heb koorts ook. Ja. En ik moet melden en belde mij directeur. Ja. Om te zeggen. En ik moet ook naar de huisarts gaan. Ja. Omdat ik moet een bewijs hebben dat ik ben echt ziek. Dat je echt ziek bent en dat je echt thuis bent, inderdaad. Ja. Nou, laten we beginnen met de eerste oefening. Ik zal hem eventjes uitleggen voor u. Luister en kies het goede plaatje. Op het eerste plaatje zien we woensdag in het rood en bij donderdag staat een pijltje. Op het tweede plaatje zie ik woensdag in het rood en ook bij woensdag een pijltje.
En op het derde plaatje zie ik woensdag in het rood en bij dinsdag een pijltje. Nou, ik kies voor het tweede plaatje, dat is vandaag. Biljana, zou je de tweede willen doen? Het woord is ziek. Ik kies plaatje 2. Plaatje 2. Ja, ze ziet er wel een beetje ziek uit. Ziek, ja. Ja, de vrouw is echt heel ziek. Erg. Demi, het telefoonnummer. Nummer 1. Nummer 1, ja. Hier zien we inderdaad nummer een drie telefoonnummer. Is, ja. Nummer 3 is de code van een ARIA-code. Juist, en dat is niet een compleet telefoonnummer, ja. Hè? Biljana, het netnummer. Het netnummer is plaatje 1. Plaatje 1. Die code noemen we dus het netnummer, juist. Demi, morgen. Ja, morgen is donderdag 16. Welk plaatje? Nummer 2. Nummer 2, ja. Inderdaad, goed gezien. Opnemen, Biljana, opnemen. Opnemen, plaatje 3. Plaatje 3. Er staat in dat trilling bij. Ja. In gesprek, Demi. In gesprek. In gesprek is nummer 3. Ja. Maar niemand spreekt op die andere. Ja. De telefoon wordt niet opgenomen. Ja, ja. De telefoniste, Biljana. De telefoniste. De telefoniste is plaatje 1. Juist. Weet je wat een telefoniste is? Dat is de vrouw of de man die voert een gesprek op de telefoon. Of een werken in het bedrijf. Juist, hè, degene die de telefoon opneemt eigenlijk. Ja. Demi, gisteren. Ja, gisteren is plaatje nummer 3. Plaatje dinsdag nummer 3. 14. Ja. En inderdaad staat op woensdag 15. Ja. Goed. Deze laatste zijn voor u thuis. De mobiele telefoon. De mobiele telefoon. Kiest u voor plaatje 1, 2 of 3? Biljana, waar kies jij voor? Ik kies plaatje 3. Plaatje 3. Goed. Nog één voor u. Beter. Beter. 1, 2 of 3? Nou, dat is denk ik wel duidelijk. Wat denk jij, Demi? Ja. Nummer 1. Nummer 1. Ze stapt weer vrolijk uit bed. Ja. Nog één voor u. De pen. De pen. 1, 2 of 3. Biljana. Plaatje 3. Plaatje 3, inderdaad. Een pen. En de laatste voor u. Het sterretje. Het sterretje. 1, 2 of 3. Wat denkt u? Welk plaatje is het? Demi? Nummer 3. Nummer 3, juist. Hier zien we dat sterretje. Ja. Juist. Nou, dat ging goed, toch? Ja. We gaan door met een korte oefening. Kijkt u mee. Luister en kies het goede plaatje. Hier staat een zinnetje. Ik ben ziek. En welk plaatje hoort daarbij? Is dat plaatje 1, 2 of 3? Biljana, wat denk jij? Ik ben ziek. Welk plaatje kies jij? Ik kies plaatje 3. Plaatje 3. Ja. Goed zo. Demi, een ogenblikje. Ik verbind u door. Een ogenblikje. Ik verbind u door. Ja. Deze zin is normaal gesproken. Spreek bij een telefoniste. Daarom kies ik nummer 2. Goed, en heel mooi uitgelegd. Ja. Nog één voor jou, Demi. Beterschap, Kees. Ja. Beterschap, Kees. Ja. In plaatje nummer 2. Ja. De baas zegt tegen de man, de zieke, de ziekte man. Zieke man, Beterschap, zo. Ik kies nummer 2. Goed, goed gedaan. Dank u wel. We gaan door met de volgende oefening. Ik zal u uitleggen wat de bedoeling is. De bedoeling is dat we een goede zin gaan maken. U ziet hier verschillende onderdelen. Kees van der Vlist, u met de punt en spreekt. Ik begin met het woord dat een hoofdletter heeft, dat is u. U spreekt met Kees van der Vlist. En ik eindig met een punt. Biljana, zou jij de volgende willen doen? Sanne van der Vlist met punt en goedemiddag. Goedemiddag.
met Sani van der Vlist. Punt. Punt. Goed gedaan. Demi. Meld ik ziek mij. Punt. Nou, dat is een vreemde zin zo. Oké. Ik meld mij ziek. Ik meld mij ziek. Punt. Punt, juist. Biljana. Ik, en dan een punt, moet in bed blijven 2 dagen. Ik moet 2 dagen in bed blijven. Punt. Punt. Ik moet 2 dagen in bed blijven. Demi. Vraagteken. Ik kan mevrouw Rood spreken. Wat maak jij ervan? Kan ik mevrouw Rood spreken? Kan ik mevrouw Rood spreken? Ja. Juist. De laatste, die zijn weer voor u. U heeft aan de hand, vraagteken, wat er en is. Biljana, wat zou jij ervan maken? Wat is er aan de hand? Aan de hand. Vraagteken. Goed. Nog één voor u. Wat de dokter vraagteken en zegt. Tja, Demi, wat zou jij hiervan maken? Wat de dokter zegt. Wat de dokter zegt, vraagteken. Yeah. Oh. Nee, die is niet helemaal goed. Yeah, de eerste is... Deze 2 zijn goed. Okay. Nog een keer? Ja. Yeah. Oké. Okay. Wat zegt de dokter? De dokter? Vraagteken. Juist, die is wel goed. Oké. Okay. Goed. We gaan door met het tweede filmpje. In dit filmpje belt Martijn zijn chef op, meneer Maas, om zich ziek te gaan melden. Voordat we gaan kijken heb ik weer 2 kijkvragen voor u. De eerste. Hoe neemt de chef de telefoon aan en hoe zegt Martijn zijn naam? Dus hoe neemt de chef de telefoon aan en hoe zegt Martijn zijn naam? En de tweede kijkvraag is, gaat Martijn morgen weer werken? Gaat Martijn morgen weer werken? Kijkt u mee. Met Maas. Dag meneer Maas. U spreekt met Martijn Sonneveld. Sorry. Nee, Martijn. Dat klinkt niet zo goed. Toch niet ziek, hè? Het spijt me, meneer Maas, maar ik kan vandaag niet komen werken. Ik ben echt ziek. Ik heb koorts. En ben je al bij de dokter geweest? Ja, ik heb medicijnen gekregen. Nou, dan zie ik je morgen weer. Oh, ik weet niet of ik morgen al beter ben. Maar ik bel u morgenochtend weer. Dan laat ik u weten hoe het met me is. Nou, dat is goed. En beterschap, hè? Dank u wel. Zo, en nou lekker gaan liggen. Probeer maar wat te slapen. Ik breng je straks een kopje thee. Martijn? Ja? Zul je me altijd alles zeggen? Ik beloof het. Wat heeft die Martijn nog een lieve vrouw, vind je niet? Ja, echt lief. Lieve vrouw, zie maar. Vind ik ook. Biljana, de eerste vraag was... Hoe neemt de chef de telefoon aan en hoe zegt Martijn zijn naam? Heb je dat gehoord? Wat zei de chef? De chef zei met Maas, denk Maas. Ik. Hij zei alleen zijn achternaam. Achternaam. Klopt. En hoe zei Martijn dat dan? Martijn zei zijn achternaam en voornaam. Martijn, weet je ook wat zijn achternaam is? Sonneveld. Sonneveld. Martijn Sonneveld, juist. Hoe doe jij dat? Hoe neem jij de telefoon op? Met Biljana. Ja, alleen voornaam ook? Alleen voornaam, ja. Oké. En jij, Demi? Hoe neem jij de telefoon op? Noem je alleen je voornaam of ook je achternaam? Alleen mijn achternaam. Alleen je achternaam? Dus dat is eigenlijk precies omgekeerd. Yeah. Ja. Nou, ik zeg meestal mijn voor- en achternaam. Zo doen we het eigenlijk allemaal anders. Ja. Die tweede vraag, wat zeg je?
Misschien met achternaam en voornaam is een beetje officieel. Ja, is ook zo. Ja, dat hoef je bij vrienden bijvoorbeeld niet te doen, toch? Nee. Demi, die tweede vraag. Wat denk jij? Gaat Martijn morgen weer werken? Hij weet het nog niet. Nee. Ja, en want de dokter zegt hij moet in 2 dagen in bed blijven. Juist, ja. Ja, en morgen gaat zij even bellen. Ja, morgen belt Martijn, hè, belt hij zijn chef weer even op om te vertellen hoe het gaat. Ja. Ja. En de Biljana moet ik zeggen. Ben jij wel eens gaan werken terwijl je ziek voelde? Misschien werd je een keer wakker met hoofdpijn bijvoorbeeld? Ja. Ja? Ja, dat gebeurt vaak. Als ik ben niet echt ziek, dat ik moet in bed blijven. Oké. Okay. Als ik ben een beetje ziek, dan ik ga werken. Dan ga je gewoon werken? Ja, ga gewoon werken. Dan neem je misschien gewoon een paracetamol mee en dan ga je toch werken. Dus hoef je niet ziek te melden. Ja. Nee, dat is beter. Beter, voor de baas. Voor ja. We gaan verder met oefening nummer 4. Luister en kies het goede plaatje. U ziet 3 plaatjes en ik ga een zin voorlezen. En u moet mij zeggen welk plaatje daar het beste bij hoort. Ik schrijf wel een briefje, dan belt zij u morgen op. Ik schrijf wel een briefje, dan belt zij u morgen op. Plaatje 1, 2 of 3. Nou, ik zie op plaatje 1 dat iemand zich ziek meldt. Op plaatje 2 zie ik iemand die bij de dokter is. En op plaatje 3 zie ik iemand die zich ziek meldt en ook een telefoniste. Ik denk dat zij dat briefje schrijft, dus ik kies voor plaatje 3. Ja. Biljana, wil jij de volgende proberen? Mm-hmm. Kan ik mevrouw Rood spreken? Kan ik mevrouw Rood spreken? Kies je voor 1, 2 of 3? Ik kies plaatje 1. Plaatje 1? Ja. Oh, is niet goed. Niet goed. Welke is beter dan, denk je? Dan beter is plaatje 2. Plaatje 2. Ja, want hier zie je de telefoniste. Ja. En waarschijnlijk vraagt deze mevrouw aan de telefoniste of ze mevrouw Rood mag spreken. Ja, maar man ook kan vragen. Mag inderdaad ook vragen. Heb je gelijk in. De volgende. Demi. Het spijt me, mevrouw Rood is er niet. Het spijt me, mevrouw Rood is er niet. Het is in nummer 1. Nummer 1. Heb je met de telefoniste? Ja. Yeah. Juist. Biljana. Sorry, ik meld mij ziek. Sorry, ik meld mij ziek. Dat is plaatje 1. Plaatje 1. Ja. Er zit weer zo'n zielige man in bed. Een zielige man en een chef. De laatste 3 zijn voor u. Ik moet 2 dagen in bed blijven. Ik moet 2 dagen in bed blijven. Kies u voor 1, 2 of 3. Biljana, waar zou jij voor kiezen in dit geval? Nu is het plaatje 2. Nu is het plaatje 2, inderdaad. Ja. Juist. Je ziet hem met zijn vingers. Vingers. Nog 1 voor u. Ik ben ziek. Ik ben ziek. Plaatje 1, 2 of 3. Ja. Demi. Ja, nummer 2 is een radio misschien. Ja. En ja, van houden van een telefoon, daar lijkt het op. En ik kies nummer 3. Ja, zij is erg ziek. Zij is erg ziek, ja. Ze ligt in ieder geval in bed en is aan het bellen. Ja. Juist. De laatste voor u. Dank u wel, meneer Van Buren. Dank u wel, meneer Van Buren. 1, 2 of 3. Biljana. Dank u wel, meneer Van Buren. Ik twijfel tussen plaatje 1 en 2. 1 en 2, oké. Misschien plaatje 2. Misschien plaatje 2. Heb je het goed gekozen? Inderdaad. Hè, waarschijnlijk is het gesprek afgelopen. Ja. En bedankt hij meneer Van Buren dan. Goed. We gaan door met de volgende oefening. Welke zin is goed? Geef de goede reactie. Met Van Buren. Met Van Buren. Wat is de goede reactie op deze zin? Is dat, dat is vervelend. U spreekt met Kees van der Vlist. Of, dan bel ik morgenochtend weer. Dus met Van Buren. Ik denk dat het is, u spreekt met Kees van der Vlist.
Ja, die is ook goed. Biljana. Kan ik mevrouw Rood spreken? Kan ik mevrouw Rood spreken? Je kan kiezen uit. Ik moet 2 dagen in bed blijven. Beterschap, Kees. Een ogenblikje, ik verbind u door. Een ogenblikje, ik verbind u door. Juist. Een ogenblik. Zegt de telefonist. De telefoniste zegt dat waarschijnlijk, juist. Demi. Sorry, ik meld mij ziek. Sorry, ik meld mij ziek. Zeg je dan, dat is vervelend. Dank u wel, meneer Van Buren. Of dan bel ik morgenochtend weer. Ja. De goede reactie is, dat is vervelend. Juist, dat is vervelend. Ja. Natuurlijk. Biljana. Beterschap, Kees. Goede reactie is, dank u wel, meneer Van Buren. Juist, dank u wel, meneer Van Buren. Je bedankt als iemand jou beterschap wenst. De laatste zijn weer voor u. Het spijt me, mevrouw Rood is er niet. Het spijt me, mevrouw Rood is er niet. Welke zin is goed? Ik moet 2 dagen in bed blijven. Dan bel ik morgenochtend weer. Of ik ben ziek. Wat denkt u? Wat denk jij, Biljana? Ik denk, dan bel ik morgenochtend weer. Ja, dan bel je gewoon weer terug, ja, toch? Ja. En de laatste voor u? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Beterschap, Kees. Ik ben ziek. Dat is vervelend. Wat denk jij, Demi? De goede reactie is, ik ben ziek. Ik ben ziek, juist. We gaan door met het volgende. We gaan eens oefenen met praten. En dat ga ik doen met Biljana. Biljana, jij voelt je niet zo lekker. Nee. Oké? Okay? Je belt mij op, want ik ben jouw chefin. Ik ben even geen docent meer van je, maar ik ben nu je chefin. Je moet 3 dingen onthouden. Je zegt eerst je naam en dan zeg je, sorry, ik meld me ziek. Nee. Ja? Daarna zeg je, ik ben verkouden en ik heb koorts. En tenslotte zeg je dat de dokter gezegd heeft dat je 2 dagen in bed moet blijven. Oké. Ik zal het nog een keer herhalen voor je. Dus als eerste zeg je naam en dan zeg je, sorry, ik meld me ziek. Daarna zeg je, ik ben verkouden en ik heb koorts. En tenslotte zeg je dat de dokter gezegd heeft dat je 2 dagen in bed moet blijven. Oké. Okay. Ja? Ja. Gaat dat lukken? Ja. Oké, okay, we gaan ons best doen. Ik neem de telefoon op. Hallo, met Hanny de Waard. Met Biljana Ginić. Sorry, ik moet melden dat ik ben ziek. Oké, okay, wat vervelend. Wat is er aan de hand? Ik heb koorts en ik heb hoofdpijn. Ah, wat lastig. Ja. Ben je bij de dokter geweest? Ja, ik was. Ja? En de dokter zei dat ik moet 2 dagen in bed blijven. Oké. Okay. Nou ja, dat moet je maar doen dan, toch? Ja. Beterschap in ieder geval. Dank u wel. Oké. Okay. Dag. Dag. Goed, Biljana. Moeilijk? Makkelijk? Niet zo moeilijk. Niet zo moeilijk. Nou, nee. Dat is mooi. Goed. Wilt u ook Nederlands praten met mij? Dan kan dat. Dat kan namelijk op internet. Kijkt u dan op www.taalklas.nl. www.taalklas.nl. Ik zal u precies uitleggen hoe het werkt. U kunt kiezen tussen inloggen en registreren. Ik ga er even vanuit dat u zich al eerder geregistreerd heeft. Dus dan kunnen we nu direct gaan inloggen. Ik klik daarop en dan moet je je naam invullen. Hanny. Oké, en je nummer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké. En dan vindt u hier de oefeningen die horen bij aflevering 17. Sorry, ik meld muziek. Ja, zo, dat was het weer voor vandaag. Het zit er alweer op, jammer genoeg. Wat hebben we gedaan vandaag? We hebben geoefend met woorden en zinnen die je kunt gebruiken als je je ziek meldt. Aan de telefoon moet je eerst duidelijk je naam zeggen en daarna vertel je wat er aan de hand is. Ik wil de 2 cursisten van vandaag hartelijk bedanken. Fijn dat jullie er waren. Jullie hebben het goed gedaan. Dankjewel. Graag gedaan. Ik wil u thuis ook hartelijk bedanken voor het kijken en ik wens u natuurlijk weer heel veel succes met het oefenen op internet. Tot de volgende taalklas. Dag!